herder. Wij zijn vorige keer geweest toen onze bekers gegoten zijn. En nu zijn we terug om te kijken hoe ver ze met onze trompetten en de Voxhumana hier gekomen zijn. We handhaven dus de oude koppen, natuurlijk de originele kruk. We kunnen zelf de spie nog behouden. We hebben alleen een nieuwe keel en een nieuwe tong. Dat moeten we eventjes passend maken natuurlijk. Gelukkig past het vrij goed. Ja, ik moet er rekening mee houden dat er leer op komt, dus de spier moet er iets verder in dan gebruikelijk. Kopje klaar. Wat je hier dus ziet, dat zijn de nieuwe tongwerken voor Deventer. Nieuw, dat wil zeggen wel deels gebruik maken van oud materiaal. Zoals bijvoorbeeld de kelen. De kelen zijn oud, dat is dit deel. Maar de tongen zijn ook oud. Maar met dit verschil, die tongen zijn allemaal behandeld. Die zijn allemaal gegroeid. Dus even onder de vlam geweest. Dat de ergste hardheid ervan af is. Ze zijn allemaal dunner geveld. Van andere bochten voorzien. Dat zo'n tong moet een bepaalde bocht hebben om te kunnen gaan klinken. Maar daarbovenop zit een hele nieuwe beker. Want het bekermateriaal, daar konden we eigenlijk niks mee. Niet alleen de beker, maar ook de manier waarop de keel in de beker ligt. Dat kun je hier zien. Voorheen was dat die beker tot hiertoe erin gelijmd. En de keel zat er dan onder gestoken. Terwijl als je het goed doet, dan moet zo'n keel eigenlijk in die beker liggen. Dus die beker wordt er voorzien van een klein buisje waar die keel in wordt geschoven. En dat kun je hier ook zien. Dat is hier ook het geval. Dat was een behoorlijke ingreep. Want je moet natuurlijk eerst alles demonteren. Vervolgens alles voorzien van buisjes moeten er aangesoldeerd worden, er ingelijnd worden. In sommige gevallen moeten de oude gaten nou weer eerst dichtgemaakt worden, gepropt worden, noemen we dat. En weer van een nieuw gat worden voorzien. Voordat je dit allemaal weer kunt gaan inbouwen. En dan heb je dus dit. En dan moet hij dus voorgeïntoneerd worden. En dat ga ik nu doen. Doordat je dus de bovenkant polijst, ontstaat er een bocht. Hè? De spanning aan de bovenkant wordt groter dan aan de onderkant doordat je het polijst. En dan krijg je de bocht die je hebben moet. Dat is één. Dan heb ik inmiddels een heleboel dingen uitgerekend. De gies, even kijken. Ik had al een globale lengte uitgerekend. Deze gies. Zo. Dan moet er dus dit stuk mag er vanaf geknipt worden. Ze worden dus altijd in de pijpenmakerij wat langer gemaakt dan het noodzakelijk is. Je rekent de lengte uit. En dan zeg je altijd oké, uitzetten. Dus dat betekent het uitzetten. Het maken van de plaat. Gewoon die vorm. En dan houdt de pijpenmaker hem altijd wat langer. Dat is gewoon als veiligheid. Heb je het werk?
Dan ga ik kijken wat er nu van toon uitkomt. Dan zouden we dus al in de buurt van een gies moeten zitten. Nou, nu ben ik zover. Ik ga er nu niet veel meer van afhalen, dus ik werk hem even netjes bij. De rest wat er afgaat, dat gaat in de kerk. Want dan kun je juist het hele secure doen, dat je denkt, oké, nog iets meer scherpte, dus iets meer bekerlengte. Of iets minder bekerlengte. Dan heb ik hier twee tongwerken. Dit wordt het nieuwe voor het bovenwerk, met de nieuwe bekers, zoals ik allemaal verteld heb. En dan hebben we hier de Vox Humana, die gaat ook naar het bovenwerk toe. En die wordt ook voorzien van nieuwe bekers en ook weer het verhaal van die kelen, de tongen, dat is allemaal identiek. Maar een groot verschil is dat deze maatvoering van de beker, zit veel dichter bij het origineel van het voorbeeld dan dat het oorspronkelijk was, dan de maat van 1873. Dat is een belangrijk verschil. Wat ook heel belangrijk is, dat dit allemaal op zand gegoten is, maar toch een ander klankkarakter geeft. En het is een hoger tintpercentage. Maar ik kan ze verder nog niet laten horen, want ik heb er nog niet eens in de praat geholpen, zoals we het hier noemen. Maar dat komt dan in de kerk nog wel. Ik heb dit nu dus allemaal gewoon dat ik alles alleen kan werken. Dus het is het technische aanwerken. Dan kan ik de hele grote verschillen haal ik er alvast uit. En daar de laatste aanwerking is dat ik dan, daar zit ik achter het klavier, één achter de klavier. Die luistert beneden vanaf de plek waar de organist altijd speelt. En wat hij dan nog zegt van nou, dit past er nou niet tussen. Iets te sterk, iets te zwak, iets te scherp of iets te rond. Dat doe je allemaal dan op dat moment, dan werk je met z'n tweeën af. En dan als laatste handeling toch ook vaak nog een keer vanuit de kerk luisteren. Van past het allemaal bij elkaar, want in de ruimte zelf klinken soms toch nog weer wat anders. Dus na deze ronde. Vorige week heb ik dus al een ronde gehad in de werkplaats. Dit is nu de ronde vanaf het ladeniveau. Dan is er nog een intonatieronde van achter het klavier, van achter de speeltafel, zouden we dat noemen. En dan nog een keer doorluisteren vanuit de kerk. En dan is het register eigenlijk, zijn we helemaal klaar. Dus het kost veel tijd, maar dat maakt niet uit, het resultaat telt. Hè? Kijk, nou die A die heb ik er nu dus uitgehaald. Maar beneden achter het klavier hoorde ik dat hij nog wat aan de zwakke kant was. Dus dan verschuif ik het tongetje iets. Dat hij wat minder door het lood wordt gedempt. Kijk, je slaat hier op een stukje lood. Dus je kunt ook iets aan die sterkte doen door je tong iets meer uit te leggen. Dat hij wat meer gedempt wordt door het lood, of dat hij wat minder lood pakt. Daarmee kun je een deel van de scherpte van de toon, zoals we dat noemen, ook nog weer bepalen. Plus natuurlijk, wat ik vorige week al zei, die bocht die erin zit. Dus dan ga ik hem er weer inzetten. En dan ga ik kijken of hij het nou naar mijn zin is. Wat ik nu na de restauratie ontzettend spannend en interessant vind, ja, is dat die klank, die geeft je als speler een soort horizon aan. Dat je in principe al een beetje kan horen waar die bij kan komen en hoe die op zijn mooist kan zijn. En om daar zo dichtbij te kunnen komen, dat die op zijn op en top gaat klinken. Daar zoek je natuurlijk altijd naar en dat is elke dag eigenlijk waar het om gaat en wat me altijd wel hier naartoe drijft om daar gewoon mee verder te gaan. En hoe meer een instrument kan, hoe spannender het natuurlijk is om daarop te spelen. En nu hebben we hier een prestant in het rugwerk en daar kun je heel veel van leren. Die heeft per toets twee pijpen, dubbelkoren noem je dat. En eigenlijk hoor je precies hoe je dat ventiel opent en hoe snel die wind erin kan gaan en hoe die ook weer dicht gaat. En dan kan je ook een soort crescendo aanduiden, zeg maar. En ja, dat geeft ons als organist in die beperking die we daarin hebben ook weer heel veel mogelijkheden. En ja, dat is de uitdaging om daar het allermooist mogelijke van te gaan maken. Ik zal eens eventjes kijken of ik een poging kan wagen. Als predikanten zijn we ongelooflijk blij met de restauratie van het orgel, van het grote orgel. Toen het in oktober begon was het wel even op de tanden bijten, want ja, je bent dan toch maanden
deze muziek kwijt. En je weet ook niet zo goed wat je ervan te verwachten hebt. Je denkt dan, nou, het is toch altijd mooi en wat kan daar nog aan verbeteren? Toen het opgeleverd werd, zeg maar, de eerste keer dat er gespeeld werd, was ik op vakantie en ik zat in Amerika en ik moest mezelf bedwingen om niet via Kerkdienst Gemist uitzending naar de opnames van de dienst te kijken. Want ik dacht, ja, als ik nu ga kijken, dan hoor ik toch een heel vervormd orgel spelen. De muziek is dan helemaal vervormd. Dat vond ik dan jammer. En ik kwam terug en het was gewoon fijn om terug te komen om te gaan luisteren. En het overtrof mijn stoutste verwachtingen. Het was zo ontzettend mooi geworden. En zo, de muziek is zo enorm licht geworden, lichtvoetig. En de klank is zo anders. Dus echt, ja, we zijn er heel erg blij mee. Met wat ik gehoord heb vandaag. Hele mooie lage klanken. Dus het klonk echt prachtig. Ik zag ook mensen om mij heen ineens allemaal weer lachen. Nou, het is toch bijzonder wat zo'n orgel kan doen. Ik merk gewoon aan mensen dat ze hem echt wel gemist hebben. En het koororgel heeft ook heel erg zijn best gedaan de laatste tijd. Daar hebben we ook ons best mee gedaan om goed mee te zingen. Maar ja, je merkt toch met zo'n orgel meezingen, ja, dat is anders. Dan is het net alsof even het dak eraf gaat. Ik was zo ongelooflijk ontroerd toen midden in dat zingen van die psalm opeens daar die hoge noten de kerk weer in rolden alsof de Pinkstergeest naar beneden dwarrelde. En toen die psalm, ik kon niet meer meezingen. De tranen liepen me over de wangen. Ik vond het geweldig om hem weer te horen. En later in de dienst met die prachtige stukken die de organist gespeeld heeft. Dat brullende, brommende, zoemende in die kerk weer. Het was adembenemend gewoon. Ik vond het echt fantastisch. Nou, nu de restauratie is afgelopen van het Holtgrevenorgel, kunnen we terugkijken. En ik was natuurlijk heel overtuigd dat het echt een schitterend orgel was in de kern. En dat het er ook wel uit zou komen. Maar een beetje benauwd was ik natuurlijk wel, hè, want je weet het nooit zeker. Maar het resultaat heeft echt al mijn verwachtingen overtroffen. En het grappige is dat begin van de 20e eeuw was hier de Utrechter orgelmaker Maarschalker Weert, die ook nog aan het orgel gewerkt heeft in de 20e eeuw. En die schreef dat het een fameus orgel was, een beroemd orgel. En toen ik dat las dacht ik van ja, dat is het nu niet. Maar wie weet wordt het wel. En wat mij betreft is het dat zeker geworden, echt een fameus orgel.